Goedendag, welkom bij Thomas Talk. Vandaag spreek ik met filosoof Paul van Tongeren. Paul van Tongeren is op dit moment filosoof, denker des vaderlands. En het is dus een hele eer dat wij vandaag met hem kunnen spreken, want zijn agenda is heel druk. Paul, welkom. Vandaag spreken wij met elkaar over de vraag: wat maakt een mens tot mens? En daaruit volgend wil ik je eigenlijk de vraag stellen: wanneer in de geschiedenis van de filosofie is de mens zichzelf tot vraag geworden? Laat ik beginnen met het eerste. Dat is al moeilijk genoeg. Hoewel, daar kan ik denk ik aanknopen bij een lange traditie waarin de mens gedefinieerd is als, begint bij Aristoteles eigenlijk, een levend wezen dat logos heeft. Zoion logon egon. Beroemde definitie, met name in de Latijnse vertaling later, animal rationale. Ik denk dat dat vaak misleidend geïnterpreteerd wordt. Dus ik wil van de ene kant wel vasthouden aan die definitie. De mens is een rationeel, maar ik zet dat dus aanhalingstekens, levend wezen. Dier, zeggen sommigen. Dat is al een beetje problematisch. De mens is een animal, een levend wezen, met ratio, logos. Maar dan is het van belang om te begrijpen wat logos is, of wat ratio is. Wat dat zogenaamde redelijke is. En ik wil dat opvatten als het vermogen om betekenis te verstaan en betekenis te verstaan te geven. Dat zijn volgens mij, ik denk dat dat een goede vertaling is van het Griekse logos egon, logos hebben. Logos heeft met spreken te maken, leegheid spreken. En Aristoteles legt het zelf ook uit in een heel belangrijke passage als het vermogen om iets meer te doen dan alleen maar tekens te geven, wat dieren ook doen, andere levende wezens ook doen. Tekens van plezier en pijn. Aristoteles zegt, kijk, die logos, die is om nog iets anders te kunnen, namelijk betekenissen te kunnen duiden. En dan noemt hij als voorbeelden van betekenissen rechtvaardig en onrechtvaardig. En dan zegt hij daarachteraan en dergelijke dingen meer. En ik ben geneigd om te zeggen dat dergelijke dingen meer mag je heel ruim opvatten. Dan gaat het om datgene wat ik betekenis wil noemen. Dat wil zeggen, mensen zijn niet alleen levende wezens die als prikkelresponsmachines reageren op prikkels die van buiten komen en met een respons daar een reactie op formuleren. Mensen zijn in dat opzicht bijzonder dat ze zelfs niet anders kunnen dan in de werkelijkheid voortdurend kwaliteit of betekenis waar te nemen. Het voorbeeld dat ik soms wel gebruik is het hele simpele voorbeeld van de gordijnen open doen 's ochtends. En dan kun je zeggen, nou, het cameraatje bij wijze van spreken wat in je oogkast zit, hè, dat sensorium, dat machientje van achter de ogen, dat registreert misschien een of andere lichtintensiteit. Maar een mens ziet onmiddellijk een kwaliteit van weer. Hij ziet mooi weer of slecht weer of hetzelfde weer. Maar je ziet kwaliteit. Of een ander voorbeeld, ook om het verschil met dieren aan te geven, maar misschien moet ik daar zo nog even op terugkomen, want dat is voor velen tegenwoordig een heel gevoelig punt. Een voorbeeld, je zou kunnen zeggen, als een koe honger heeft. En honger, dat is gewoon, zeg maar, de vertaling in een gevoel van maagsappen die vrijkomen, speekselklieren die iets gaan doen, een orgaan dat samentrekt of iets dergelijks. Als een koe honger heeft, gaat hij grazen. Dat is ook het meest adequate antwoord daarop, zou je kunnen zeggen.
Als een mens honger heeft, dan kijkt hij op zijn horloge. Of het al tijd is. Of die niet te gulzig is. Of ze al thuis komt. Of de gasten nog lang weg zullen blijven. Nou, allemaal dat soort. Een hele wereld van betekenis die onmiddellijk wordt opgeroepen door dat wat misschien een basis heeft, zou je kunnen zeggen, in het organisme. Die samentrekkingen van organen en die speekselklieren die wat gaan doen. Maar het wordt onmiddellijk door ons vertaald. Het is op de eerste plaats onmiddellijk al altijd betekenis. Mensen zijn wat mij betreft daardoor gekenmerkt dat ze altijd en onvermijdelijk en onmiddellijk betekenis horen, voelen, ruiken, zien. Alle zintuigen zijn onmiddellijk ook als menselijke zintuigen sensoria voor betekenis. Ik denk, om even terug te komen op dat verschil tussen mens en dier. Ik denk dat dit de mens tot mens maakt. En als er dieren zijn die ook iets hiervan hebben, dan is dat wat mij betreft prima. Dus het gaat mij er niet om een harde grens te trekken tussen alles wat dier genoemd wordt en de mens, alsof dat niet ook een biologisch wezen zou zijn. Natuurlijk, dat zijn wij ook. Maar ik denk wel dat je serieus moet nemen dat dit bij de mens op een onnoemelijk veel sterkere en onmiddellijker manier aanwezig is dan bij alle andere dieren die wij zouden kunnen onderscheiden. En bovendien denk ik dat die lichamelijkheid, dat organisme, wat natuurlijk ook bij ons een onvermijdelijke en noodzakelijke voorwaarde is voor dat waarnemen van betekenis, dat dat organisme zelf ook onmiddellijk betekenisvol wordt door dat wat ons tot mens maakt. Ook die samentrekkingen van de organen, ook die speekselklieren, verschijnen voor ons onmiddellijk als betekenis geladen. Of nog sterker is dat, denk ik, zichtbaar als het gaat om ervaringen van mensen rondom ziekte, dood, geboorte, alles wat in het ziekenhuis en niet alleen daar plaatsvindt. Dat is niet alleen een fysiologisch, organisch, biologisch proces wat zich daar afspeelt en waar iets aan gedaan moet worden. En je kunt ook niet zeggen dat je naast de zorg voor het lichaam ook nog zorg moet hebben voor wat de mens als geestwezen of iets dergelijks is. Dat lichaam zelf is van meet af aan door en door betekenis geladen. Dus alles verandert door die logos. Alles verandert door datgene wat, ja, in een vertekenende interpretatie genoemd is rationaliteit, alsof het met denken in een abstracte zin te maken heeft. Je hoeft nog helemaal niet te kunnen denken om al betekenis waar te nemen. Mijn kleindochter van 2,5 jaar is ongetwijfeld natuurlijk, zoals alle kleindochters voor opa's zijn, een wonder van slimheid en zo. Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken dat ook zij, als ze iets ziet, al onmiddellijk betekenis ziet. Want daarom kan ze mij iedere keer vragen, wat is dat? Omdat het meer is dan gewoon dat ding. Daarom kan ze blijven vragen, wat is dat? Wat is dat eigenlijk? Nu, ik denk dat als het erom gaat te zeggen wat de mens tot mens maakt, dat dat inderdaad hierin gezocht moet worden. En dan blijf ik dus enerzijds heel dicht bij een klassieke definitie die zo oud is als de West-Europese cultuur, zeg maar, van Griekenland tot nu. Maar die ik op deze manier wat in die zin hedendaagse invul, dat het niet zozeer gaat om het denken, zelfs nog niet onmiddellijk om het spreken, maar om het kwaliteit en betekenis geladen zijn van alles wat via onze zintuigen op een of andere manier bij ons binnenkomt. De wereld is altijd voor mensen al een betekenisvol geheel.
Eigenlijk zou ik zeggen dat dat misschien een goede omschrijving kan zijn van het verschil tussen de werkelijkheid, als de dingen die er zijn, en wereld. Wereld is dat die dingen die er zijn een betekenisvol geheel zijn. Of die betekenis nou bestaat in chaos of in orde, beide zijn een vorm van betekenis natuurlijk. Nu, als ik tegen die achtergrond dan zou moeten zeggen, wanneer de mens voor zichzelf een vraag geworden is. De vraag is waarschijnlijk een citaat van Augustinus, die in zijn Confessiones zegt dat hij zichzelf een vraag geworden is. Maar ik denk dat het eerder begint. Ik denk dat het onmiddellijk aan die betekeniskwaliteit van het mens zijn vastzit. En wel op deze manier. Kijk, de feitelijkheid van de dingen om ons heen, die voelen we ook met onze zintuigen, we zien ze, we horen ze, enzovoort. En je zou kunnen zeggen, die hebben een soort onmiddellijkheid, als ik even probeer af te zien van die betekeniskwaliteit. Dus het is in abstracto wat ik nu zeg. Ik abstraheer even van die betekeniskwaliteit. Dan zou je kunnen zeggen, kijk, die hebben een soort onmiddellijkheid waar we op stoten. Als ik tegen een stoel aanloop, dan voel ik dat en dan word ik tegengehouden. Die hardheid, zou je kunnen zeggen, van zo'n soort confrontatie, die geeft als het ware een bewijs voor datgene wat ik zeg. Als ik zeg, oh, daar staat een stoel, of pas op, ik struikel over een stoel of zo. Dat wil zeggen, die feitelijkheid van dat ding heeft iets wat onmiddellijk ook, zowel voor de een als de ander, hetzelfde soort van obstakel betekent. Als ik het ingewikkeld vind om dit te zeggen, heeft dat te maken met het totaal abstracte ervan. Want wij struikelen nooit over puur het ding. We struikelen altijd al over een stoel. Of over iets waarvan we niet weten wat het is. Maar als ik abstraheer van al die betekenissen, en dat is echt pure abstractie die je dan maakt, want dat komt in de werkelijkheid voor een mens niet voor. Maar als je dat probeert daarvan te abstraheren, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar er zit in die botsing iets wat extern aan jouw waarneming is, bij wijze van spreken. Dat gebeurt gewoon. Nu, die hardheid van die pure feitelijkheid, die dus alleen in abstracto bestaat, die hardheid van de pure feitelijkheid, die heeft de betekenis nooit. Want als ik struikel over een stoel is een onderdeel van een betekeniswereld. Een stoel hoort bij een tafel, een stoel is om op te zitten. We weten een wereld van betekenissen komt met het woord stoel al. Maar die zijn onzeker. Dat wil zeggen, bij een stoel hebben we daar nooit zo'n probleem mee. Daar zullen we niet gauw een probleem van maken. We nemen met elkaar aan dat die dingen die wij stoelen noemen eigenlijk gewoon inderdaad stoelen zijn. Maar in principe is zelfs dat onzeker. En zo gauw het een klein beetje verder gaat, wordt die onzekerheid voelbaar ook. Als je die stoel mooi gaat noemen bijvoorbeeld, ja, vind jij, maar vind ik dat nou ook? Of als je zegt, dat is een gemakkelijke stoel, om het nog iets dichter bij het feitelijke te houden. Ja, dat is voor de een misschien wel, maar voor de ander misschien niet. En de gemakkelijkheid van die stoel, of de schoonheid van die stoel, of de dwaasheid van het ontwerp van die stoel, noem maar op. Die zijn allemaal principieel onzeker. Komen we dan in de buurt van Plato en zijn grot?
Nou ja, dit heeft te maken met, nou nog niet meteen die God, maar het heeft wel te maken met datgene waardoor Plato uiteindelijk bij zijn ideeën komt, bij die wereld buiten de God, om in een poging om iets te vinden wat als het ware dezelfde kracht, dezelfde absoluutheid heeft, die die domme, stomme, in de zin van niet sprekende feitelijkheid lijkt te hebben. Maar wat ik probeerde te zeggen is dat de onzekerheid van de betekenis, en de stoel is eigenlijk een stom voorbeeld, want dan we zouden het moeten hebben over dingen waar we echt die onzekerheid ervaren. Over of het nou wel of niet verstandig is om te handelen zoals je handelt. Over of maatregelen nu wel of niet rechtvaardig zijn. Of iets kunst of bedrog is. Dat soort van kwesties. De principiële onzekerheid daarvan is een onzekerheid die vastzit aan datgene wat ons tot mens maakt. Namelijk het waarnemen van betekenis. Dat we altijd al betekenis waarnemen. Dus we kunnen haast niet anders. We kunnen zeker niet anders dan betekenis waar te nemen. Altijd onmiddellijk heeft de wereld betekenis voor ons. Op het moment dat we daarover nadenken, en dat is als de heersende vanzelfsprekendheid even doorbroken wordt, en dat kan door alles en nog wat gebeuren. Op het moment dat de heersende vanzelfsprekendheid over die betekenissen doorbroken wordt, zijn we onzeker. Zijn we onzeker over wat we eigenlijk zien, wat we eigenlijk voelen. En dan zeggen we, ja, maar het is toch echt onrechtvaardig wat dat gebeurt. Ja, hoezo? Kan je dat zien? Je kan dat nooit zien op de manier waarop je struikelt over een stoel. Dus ons eigen vermogen om betekenis waar te nemen, om betekenis te verstaan, datgene wat ons onderscheidt van alle andere levende wezens, dat wij betekenis kunnen waarnemen en dat we niet anders kunnen dan betekenis waarnemen, datzelfde vermogen bindt ons vast in een onzekerheid, in een onoplosbare onzekerheid, die uiteindelijk een onzekerheid over onszelf is. Wat zie ik eigenlijk dan als datgene wat ik meen te zien door een ander zomaar betwist kan worden? Ik kan mijn eigen ogen niet vertrouwen, ik kan mijn zintuigen niet vertrouwen, ik kan mijn eigen interpretaties niet vertrouwen. En in die zin word ik mijzelf tot vraag, denk ik. Mens zijn is niet altijd gelukkig zijn, zoals al verbeeld in de verhalen uit Genesis. En al die anderen zit het soms mee en vaak tegen. In het verhaal Job uit het gelijknamige boek zit het na aanvankelijke voorspoed, en dat maakt het contrast ook zo groot, behoorlijk tegen. Bijna vernietigend tegen. Daarmee is Job een model voor de ellende van heel veel mensen. Niet alleen mensen met tegenspoed in hun welvaart, maar ook in hun welzijn. Je schreef het lied van Job en ik wil je vragen ook dat nu voor te lezen. In jouw betoog noem je de logos. Ik moet dan onmiddellijk denken aan de Johannesproloog. In den beginne was het woord, maar jij geeft daar dus een andere betekenis aan. Hoe verhouden die logos die jij noemt en die van Johannes zich met elkaar? Ja, dat is een prachtige zin natuurlijk. In den beginne was de logos. En de logos was bij God en de logos was goddelijk. Ik zou zeggen, een schitterende uitdrukking van wat ik op een ingewikkelde manier net probeerde te zeggen, namelijk vanaf het begin. Er is niet iets voorafgaand aan het moment waarop wij betekenis zien, betekenis waarnemen. Er is altijd al betekenis. Dus op dat punt is het perfect, denk ik, is wat ik zeg perfect in lijn met een belangrijke laag van betekenis in het begin van het Johannesevangelie. Maar twee dingen. Ten eerste is die tekst natuurlijk lange tijd uitgelegd op een manier die zegt
dat het betekent dat, en misschien is dat ook wel de destijds daaraan verleende betekenis, in den beginne of in principe is de werkelijkheid intelligibel. Dus onder alle vragen ligt een heldere orde. Onder alle onduidelijkheid ligt een heldere orde. Ligt een begrijpelijkheid, een inzichtelijkheid, een intelligibiliteit. Dat verbindt die tekst, die uit een hellenistische periode komt, met de Griekse filosofie en uiteindelijk ook met het platonisme, wat uiteindelijk de zichtbare werkelijkheid van onze ervaring als het ware tot een schaduw maakt van datgene wat eigenlijk of wezenlijk waar is, de wereld van de ideeën. Of die interpretatie klopt, dat weet ik niet. Wie zou dat kunnen weten? Maar ik wil hem proberen wel te problematiseren vanuit een schitterende parodie van die zin die ik bij Nietzsche vond. Nietzsche schrijft ergens, en hij introduceert het zelf als een parodie. Hij zegt, de mooiste parodie die ik ooit las, en dan komt het citaat wat ik nu zal geven. En ik vermoed dat hij dat zelf bedacht heeft, zeg maar. Dus dat hij doet alsof hij iets citeert, maar dat hij het zelf bedacht heeft. En om te begrijpen wat ik nu zal citeren, moet je... Nou ja, ik ga het eerst in het Duits van Nietzsche zeggen. Im Anfang war der Unsinn. Und der Unsinn war bei Gott. Und göttlich war der Unsinn. De Unsinn, of onzin, als je dat terug in het Grieks vertaalt, dan krijg je alogia. Dus het is precies inderdaad de omkering van het begin van het Johannesevangelie. En Nietzsche zal niet ontkennen dat de werkelijkheid altijd voor mensen altijd al betekenis gelaten is. Alleen zal hij zeggen, en dat is het principiële verschil met de hellenistische filosofische interpretatie van het begin van het Johannesevangelie. Nietzsche zal zeggen, al die interpretaties van betekenis, al die betekenis die wij menen waar te nemen, die zijn allemaal onze eigen creatie. En die gaan nergens op terug. Kom je dan bij de chaos van Genesis? Uiteindelijk is dat, zou je kunnen zeggen, of het de chaos van Genesis is, maar het is wel, uiteindelijk kom je terug in de chaos. Dus uiteindelijk is er alleen maar, dus onder alle orde, ligt de chaos. Waar het Johannesevangelie zegt, onder alle chaos ligt de orde, de goddelijke orde. En Nietzsche zegt de chaos. Nu, als ik die twee dingen... Je kunt ze niet verzoenen. Het zijn echt tegenstellingen. Maar als ik ze niettemin bij elkaar probeer te brengen... En een beetje is dat wat ik eigenlijk steeds probeer... om enerzijds de wijsheid van de Griekse filosofie... de inspiratie ook van een Joodse en christelijke traditie... en ten derde dat... antichristelijke en in zekere zin anti, ja, niet in zekere zin absoluut, anti-platoonse denken van Nietzsche bij elkaar te brengen, dan denk ik dat dat precies weer lukt met die notie betekenis. Eén, en dat is het meest nog in lijn met, zou je kunnen zeggen, het Griekse en ook het Johannese christelijke denken, altijd is voor ons de wereld betekenisvol. Dat wil zeggen, er zijn ervaringen van betekenisloosheid. En de echte depressiviteit is zo'n ervaring van echte betekenisloosheid. Maar dat is precies een pathologie, zou je kunnen zeggen. Dat is pathologie, omdat de normaliteit in al zijn schakeringen bestaat in waarneming van betekenis. Normaal gesproken zien wij, horen wij, voelen wij betekenis. En dat kan een omvatbare betekenis zijn, dat kan mysterieus zijn, dat kan duidelijk zijn, dat kan chaotisch, maar het is een geheel van betekenis.
En in die zin staat de logos aan het begin, want logos is het vermogen om betekenis te verstaan. Maar tegelijkertijd, en dat is meer de Nietzscheaanse kant, zijn wij meer dan ooit ervan doordrongen dat al die betekenissen radicaal veranderlijk zijn. Dat er eigenlijk niets vaststaat. Dat ook ten aanzien van zulke cruciale begrippen als rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, de term die Aristoteles op de eerste plaats gebruikt voor betekenis, dat ook daar we moeten zeggen, ja, het is een bepaalde traditie, het is een bepaalde cultuur, het is een bepaalde, het zijn kaders waarin dit rechtvaardigheid is gaan heten. Dus de wereld is weliswaar altijd al een betekenisgeheel, maar dat betekenisgeheel is fundamenteel veranderlijk en ongegrond, zonder grond. Op die manier, denk ik, kun je het Johannes-evangelie en Nietzsche's parodie daarvan een beetje bij elkaar brengen. En dat er een spanning blijft, dat zit hem hierin, dat wij, ook al zijn we ervan doordrongen, dat betekenissen altijd veranderlijk zijn. Ook al zijn wij tot op zekere hoogte tegenwoordig allemaal, zou je kunnen zeggen, relativisten. In die zin dat we weten dat al onze opvattingen natuurlijk gerelateerd zijn aan cultuur, tijd, omgeving enzovoort. Dat wij niettemin er voortdurend op vertrouwen dat de wereld morgen nog hetzelfde gezicht vertoont als vandaag. Dat we niettemin er altijd nog op vertrouwen dat, ook al is het soms moeilijk om het met elkaar eens te worden, dat het zinvol is om te proberen het met elkaar eens te worden. Dat wij niettemin altijd erop blijven vertrouwen dat er procedures minstens zijn waarin we zelfs de oneenigheid nog een beetje bij elkaar kunnen brengen. Dus wij vertrouwen op een orde in het besef dat die orde er niet is. En die dubbelheid is een spanningsvolheid in de manier waarop wij tegenwoordig, denk ik, mens zijn, die we vaak proberen weg te werken, door er maar niet aan te denken. Maar die, nou ja, bij dit soort denkers als Nietzsche en bij veel, denk ik, kunstenaars, filosofen, daar waar denken vrijer wordt, tevoorschijn komen. Nu spreek jij over de mens als betekenisgever, maar hoe relateert dat aan de mens als sociaal wezen in de samenleving? Het is onmiddellijk gebonden, denk ik, aan dat betekeniskarakter van menselijke waarnemen, van menselijk bestaan. Het is niet toevallig dat, als ik zei dat dit teruggaat op Aristoteles, het gaat terug wat ik nou probeerde te zeggen, over het verschil tussen dieren die tekens geven en mensen die betekenis uitwissen. Dat komt uit een tekst van Aristoteles die in het eerste boek van de Politica staat. De politieke filosofie, filosofie over hoe mensen een samenleving vormen. En ik denk dat het inderdaad een hele belangrijke gedachte is om te zien hoe die twee met elkaar verbonden zijn. Juist omdat die betekenis die wij waarnemen, die wij altijd al waarnemen, de werkelijkheid die altijd al betekenis geladen is voor ons. Juist omdat die betekenis tegelijkertijd onvermijdelijk onzeker is, nooit ergens objectief gemaakt kan worden, zo hard gemaakt kan worden als het stomme feit, zeg maar. Juist daarom kunnen wij niet anders dan proberen het een beetje met elkaar eens te worden. Want als het zo is dat wat ons tot mens maakt iets is wat we niet te pakken krijgen, wat we niet kunnen zo vasthouden als je een stom feit kunt vasthouden, bij wijze van spreken. Juist als wij erkennen dat datgene wat ons tot mensen maakt zit in iets wat ongrijpbaar is,
Ja, dan kunnen we niet anders dan het een beetje grijpbaar maken. Dan het een beetje houvast proberen te geven. Door te zorgen dat jij en ik in ieder geval ongeveer hetzelfde zien, voelen, horen, ruiken enzovoort. Want stel je voor dat al je waarnemingen van betekenis, of iets mooi of lelijk is, of iets goed of slecht is, of iets interessant of saai is, of iets uitdagend of vervelend is, of iets lang of kort duurt, ook dat zijn kwaliteiten. Stel je voor dat al die gewaarwordingen van betekenissen, dat die allemaal door een ander als vreemde interpretaties, onbegrijpelijke interpretaties van wat die ander totaal ander ervaart zouden worden. Dat zou de wereld onleefbaar maken. Ik heb het wel vergeleken met je verblijf in een land waar je op een meest radicale manier de taal niet van verstaat. En niet alleen de taal niet verstaat, maar ook de lettertekens niet kan lezen. In het achterland van China, waar ze geen Engels spreken. En voor iemand die ook de Chinese karakters niet kan lezen, laat staan verstaan. Je kunt dan als biologisch organisme je nog wel in leven houden. Je kunt wel met gebaren en zo duidelijk maken dat je wil eten of zo. Maar je kunt niet meer, je kunt op geen enkele manier betekenis uitwisselen. Je kunt zelfs geen goeiemorgen of goeiedag zeggen. Dat is op den duur, zeg ik, maar eigenlijk al heel gauw onleefbaar. Als Robinson Crusoe, als die vrijdag niet had, dan had hij het niet volgehouden. Dat was eigenlijk, er moet een ander zijn met wie je op een of andere manier betekenis kan delen. Goed, dus het sociale karakter van mens zijn zit vast aan de onzekerheid van de betekenis. De betekenis die wezenlijk is voor wat de mens tot mens maakt. Wij kunnen niet anders dan proberen met elkaar een verstandhouding, zo noemen we het dan. Een verstandhouding, dat is een verstaansverhouding. Dat is proberen de dingen een beetje op een gelijke manier te verstaan. Maar dat is eigenlijk nog maar de helft van het antwoord. Want er zit een hele belangrijke, wat mij betreft in ieder geval heel belangrijke, tweede helft aan vast. Een tweede helft die je trouwens bij Aristoteles niet vindt. Dus die voeg ik er nou aan toe. Wat ik tot nog toe gezegd heb, is dat je niet anders kunt dan proberen elkaar te verstaan. Omdat dat verstaan betrekking heeft op de dingen die ons tot mens maakt. Dus dat is een zoeken naar consensus, zou je kunnen zeggen. Naar een gelijkaardig verstaan. Het tweede wat ik daaraan toe wil voegen is dat in dat verstaan, denk ik, maar dan komt er een normatief moment bij, in dat verstaan tegelijkertijd vastgehouden moet worden aan de onzekerheid die we niet overwinnen in de consensus. Want wij kunnen het wel met elkaar eens zijn, maar dan kan het nog steeds zo zijn dat we het verkeerd zien. En wij kunnen het met z'n allen met elkaar eens zijn, maar die allen zijn de allen van nu en niet die van zometeen. Dus er is geen objectiviteit gegeven aan dat wat we menen te verstaan, met hoeveel we dat verstaan ook delen. En dat betekent dat er in dat zoeken naar consensus, naar een elkaar verstaan, tegelijkertijd altijd ruimte gehouden moet worden, open gehouden moet worden, voor die onzekerheid, dat wil zeggen voor de dissensus. Dus menselijke gemeenschap bestaat daarom, denk ik, uit één, het zoeken elkaar te verstaan en elkaars verstaan te delen. Dus een zeker samenverstaan, consensus te zoeken. Op een manier die tegelijkertijd grondig de dissensus toe blijft laten. Dus wij houden op als mens samen te bestaan. Als we elkaar niet meer proberen te verstaan. En we houden op dezelfde manier op als mens samen te bestaan, als we niet toelaten de onzekerheid dat het mogelijkerwijs door anderen
anders gezien zou worden. Op het moment dat we niet meer zoeken naar consensus en op het moment dat we de dissensus niet meer toelaten, de oneenigheid. Dat zijn de twee extremen, zou je kunnen zeggen, waartussen het menselijk samenleven bestaat. Proberen elkaar te verstaan in een voortdurend waken tegen de dogmatisering van het verstaan dat wij op dit moment met elkaar delen. Is dat waar het misgaat? Dat mensen die rekbaarheid waar je over spreekt niet aankunnen en dus gaan dogmatiseren? Nou ja, dus ik noem inderdaad de twee extremen om duidelijk te maken dat het niet zo gemakkelijk is om daartussenin te blijven zitten. Je wordt twee kanten opgetrokken. De ene keer meer naar de ene kant, de andere keer meer naar de andere kant. Maar ik denk dat wij voortdurend de verleiding voelen van één van de twee extremen. Soms meer de ene en soms meer de andere. Het ene extreem van het dogmatiseren. Dat we, over bepaalde dingen moeten we toch proberen niet meer te twijfelen. Je moet toch ergens van uitgaan. Laten we nou in ieder geval dit afspreken. In ieder geval de kaders van waarbinnen we oneenig zijn, moeten we toch proberen niet meer in twijfel te trekken en zo. Nou ja, daar begint het vasthouden aan iets wat geen echte vastigheid heeft. Van de andere kant is het andere gevaar, denk ik, dat we, en dat is misschien tegenwoordig sterker dan het in andere periodes wel geweest is, dat we zeggen, nou ja, goed, iedereen denkt maar het zijnde erover van, hè? Iedereen op zijn eigen manier. Dus het volstrekte relativisme dat zegt, ach ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? De valsheid daarvan is dat dat alleen maar mogelijk is op basis van een blind vertrouwen op dat het allemaal wel goed zal gaan. Dus dat er ergens een orde onder zal zitten. Eigenlijk is dat een hele merkwaardig, vals optimistische gedachte die daaronder zit, dat het geen kwaad zou kunnen als we elkaar niet meer verstaan. We kunnen dat alleen maar aannemen omdat we stiekem erop vertrouwen dat we elkaar genoeg verstaan om problemen te voorkomen. Zou je dan kunnen zeggen dat die twee dingen het kwaad vertegenwoordigen, die twee uitersten, het kwaad zijn? Ja, als ik het schema van de extremen en het midden gebruik, dan ben ik opnieuw zeer aristotelisch. De deugd is altijd een midden tussen twee extremen. En die extremen zijn dan de diskwaliteiten waar de kwaliteit van het midden tussen zit. Dus ja, om nou te zeggen dat het kwaad is, het kwaad, die sterke term van het kwaad, het echte kwaad, dat is misschien nog van een andere orde. Maar ik denk wel dat dat midden van het zoeken naar elkaars interpretatie, het zoeken naar een gezamenlijk verstaan, in het besef dat we altijd de mogelijkheid van een ander verstaan moeten toelaten, dat we daar die openheid voor moeten bewaren. Ik denk wel dat dat een kwaliteit is die contrasteert, die tegengesteld is aan het gebrek aan die kwaliteit, aan de twee uitersten. Maar ook die uitersten zijn geen, je kunt ze in abstracto als absolute uitersten voorstellen, maar het is natuurlijk, je kunt in meer of mindere mate dogmatisch zijn. Je kunt in meer of mindere mate relativist zijn. Om dat nou het kwaad te noemen, dan zou je weer moeten zeggen welke vorm van relativisme of van dogmatisme zou het dan betreffen. Maar dus, dat zijn naarmate je verder naar de extreme gaat in toenemende mate diskwaliteiten van de kwaliteit van samenleven die bestaat in het bij elkaar houden van consensus en dissensus. Waar jij het hebt over chaos en orde, is het dus noodzakelijk dat je met elkaar relateert, dat je elkaar in de ogen kunt kijken, dat je het met elkaar eens bent om vast te stellen wat de betekenis van iets is. Want als je vijanden van elkaar bent, dan zeg je over mijn lijk. Ik zie daar iets anders in dan jij. Ja, dus dus de openheid voor de dissensus betekent zelfs de openheid voor de vijand. Dat wil zeggen voor degene die tegen jouw interpretaties van de werkelijkheid ingaat. Die gevaarlijk noemt wat jij nastreeft, of die goed noemt wat jij verafschuwt. Dus een soort principiële openheid
ook naar de vijand toe. Dat is nog iets anders, denk ik, dan bemin uw vijanden. Dat gaat een beetje verder. Dus wat dat betreft, die christelijke deugd, dat is echt nog van een andere orde dan wat ik nu probeer op basis van vooral de filosofie en met name aristotelische filosofie te zeggen. Maar dus het belang van contact of van openheid voor het andere, voor de ander, is met de noodzaak van het openhouden van de dissensus gegeven, denk ik. Tegelijkertijd is openheid, pure openheid, niet mogelijk. Dat wil zeggen, dat zou het andere extreem gaan benaderen, waarin niks vaststaat, waarin je nooit zou durven zeggen dat iets mooi is, of dat iets goed is, of dat iets waar is. Waardoor je überhaupt niet meer kan spreken, waardoor je zelfs überhaupt niet meer kan waarnemen als mens. Omdat het uiteindelijk in dat soort categorieën van goed, slecht enzovoort vervat wordt wat je waarneemt. Dus ook daar verlies je eigenlijk je menselijkheid, zou je kunnen. In totale openheid verlies je de menselijkheid. En in een geslotenheid verlies je je menselijkheid. De kunst is om daartussen te blijven. Je zegt dus eigenlijk, een mens is niet los verkrijgbaar. Je bedoelt één individuele mens, los van de andere. Nee, dus het solipsisme is onleefbaar. Het opgesloten zijn in je eigen wereld is onmenselijk, omdat ofwel radicaal niets vaststaat en je dus jezelf verliest in de onzekerheid, dat je kan nergens meer op, dat is geen enkel houvast. Ofwel je doet alsof de manier waarop jij de werkelijkheid ziet inderdaad met de werkelijkheid samenvat. Maar op een veel ervaringsnabijere manier kun je zeggen, probeer het maar eens langer dan even. Soms is het best fijn om een tijdje alleen te zijn. Maar een ervaring die ik zelf vaak opdoe, ik wandel graag en veel en ik wandel graag ook alleen. En ik merk dat als ik alleen aan het wandelen ben, dat ik voortdurend aan vrienden, aan mijn partner, aan mijn kinderen loop uit te leggen in mijn hoofd wat ik zie. Of te vertellen. En waarom zou dat zijn? Omdat die dingen die ik waarneem, in die waarneming kwalificeer ik ze. Ik zie betekenissen en de onzekerheid van die betekenissen, die dwingt mij als het ware om ze een keer hardop te zeggen, zodat dat ook voor een ander bestaat. Want als het alleen maar mijn interpretatie, als het alleen maar mijn fictie is, want wat maak ik dan eigenlijk nog mee? Wat ervaar ik nog? Als de intensiteit van mijn ervaring gelijk staat aan de intensiteit van een droom, van een fantasie, van een puur fictieve waarneming. Dus ik probeer als het ware de betekenis die ik waarneem als ik wandel, als ik denk aan iets, als mij iets overkomt enzovoort, die moet ik wel een beetje hou vastgeven om niet aan mijzelf te gaan twijfelen in een poging om dat te delen. En als ik hem alleen meemaak, haal ik dus anderen in gedachten erbij aan wie ik ga vertellen wat ik eigenlijk zie. Pure solipsisme is denk ik een onleefbare conditie. Tot slot de vraag die eigenlijk concluderend is. Wat maakt Paul van Tongeren tot mens? Niet anders dan anderen. Ik gaf net een voorbeeld. Ik denk
vaak, hoewel het misschien een beetje allemaal hier en daar abstract klonk, maar ik probeer eigenlijk vaak juist te denken in voorbeelden die ik ook aan mijn eigen ervaring ontleen. Dus niet anders met alleen wat ik nu, en daarom was het misschien soms hier en daar wat abstract. Ik probeer daarover denkend in een soort meta-verhouding ook nog een keer niet alleen te leven als mens, maar ook nog te zeggen wat het is om te leven als mens, of te denken over wat dat is te leven als mens. Dus tegelijkertijd, dat is misschien een beetje het vreemde van de filosoof. En dan gaat het niet zozeer om het beroepsmatig filosoof zijn, maar het filosoferen zet je, en dat is iets wat iedereen in zekere mate doet, maar de filosoof doet het, de professioneel filosoof doet dat dan inderdaad professioneel en doet dat meer expliciet en vaker. Filosoferen is een beetje op afstand gaan staan van het leven in een poging om te beschrijven wat, om te verstaan wat dat is eigenlijk, dat leven. Dus als er iets anders zou zijn in de filosoof dan in de mensen over wie die nadenkt, dan is het alleen die verdubbeling, zou je kunnen zeggen, die metaverhouding die je tot jezelf inneemt. Paul van Tongeren, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.